Het Voorzitter, het doet pijn om deze Kremlin-propaganda hier in ons huis van de democratie te moeten horen. Eerder al pleitte de heer Baudet voor het afschaffen van de sancties tegen Rusland. Hij herhaalt nu de claim van Poetin dat Oekraïne geen land is. Hij herhaalt de claim van Poetin dat hij zou zijn uitgenodigd om dit militaire geweld tegen Oekraïne uit te voeren. Hij zei zelfs toen Rusland. Oekraïne binnenviel op een moment dat zeer gevaarlijk is ook voor ons continent en voor Nederland. Laten we misschien maar eens even kijken of we nog wel in de NAVO moeten blijven. En ik vraag dus de heer Baudet namens wie hij hier vandaag staat. Staat hij hier namens het Nederlandse volk of staat hij hier namens het Kremlin? Heer Baudet, ik sta hier namens mezelf en ik vertegenwoordig wat ik denk dat het Nederlandse belang is. En ik denk dat wat hier nu gebeurt, heel erg de wat, wat mensen hier willen, in meerderheid. Premier Rutte wil zo, heel slecht is voor de belangen van het Nederlandse volk. Wij worden een wereldoorlog ingerommeld. Er is een escalatiecyclus gaande waar geen uitweg uit is. De enige uitweg is alsnog de Minsk-akkoorden respecteren, federaliseren van Oekraïne, neutrale staat. En een brugfunctie tussen Oost en West, erkennen van Rusland als partner op het Europese continent. Dat is de enige manier waarop wij op lange termijn de echte vijand China het hoofd kunnen bieden. En wat we Dat nu doen ik. is het allerstomste wat wij vanuit het perspectief van het overleven van de westerse beschaving op lange termijn kunnen doen. Dank u wel. De heer Schuetsma. Voorzitter, de heer Baudet en zijn club hebben velen in deze Kamer, maar ook in het kabinet, gedreigd met tribunalen. Die zouden komen als onder andere Poetin het voor het zeggen zouden krijgen. Maar ik zeg tegen de heer Baudet, die tribunalen komen niet. Want op het moment dat het ertoe doet, staan de democratieën sterk, staan de westerse democratieën die de, die de heer Baudet zo verafschuwt, die zijn sterk. Maar, ik, maar weet, u, weet u, meneer Baudet, over wie, over wie er wel geoordeeld gaat worden, niet door tribunalen, maar door de geschiedenis, over de heer Baudet. Als meeloper van een oorlogsmisdag? Ja. We staan nu in Den Haag, dat is de wereldhoofdstad van de tribunalen. Elke keer als je mensen hoort spreken over internationaal recht enzovoorts, net nog werd toegejuicht dat Zelensky of Oekraïne heeft dan nu aangifte gedaan bij het internationaal strafhof, wat een tribunaal is. Tegen uh, Poetin en de regering om hem heen. Dus uh, D66, bij uitstek de partij die zaken wil juridificeren. Alleen wat het punt is, en daar laat maar zich diep in de kaart kijken, zij zijn alleen maar voor rechtsstaat en juridische oplossingen. Op het moment dat het hun rechtsstaat is en hun juridische oplossingen. En dat ja. is natuurlijk ook wat hier gebeurt, dit gedweet met internationaal recht. Hey, Dank u wel. De Verenigde ga... Staten houdt zich ja. aan geen enkel internationaal recht. De NAVO is de grootste schender van het internationaal recht ja. van de afgelopen decennia. Ik ga nu naar de heer Klaver. GroenLinks. En dan de heer uh, Interruptie. En dan de heer uh, Omtzigt nog. Er zijn nog een paar interrupties. De heer Klaver, GroenLinks. Voorzitter, wat een waartaal. En toch sta ik op om het tegen te spreken. Het is volstrekt de waartaal. Het is een man in de war. Maar als ik hier. ...deze Rusland-propaganda horen in deze Kamer, dit is appeasement-politiek. Het is gevaarlijk wat u doet. U probeert het weer in complotten te trekken. U had het zojuist alweer over die Great Reset. Dat we na corona, dat we nu met het Rusland uh, complot te maken zouden hebben. En u zegt nu absoluut, voorzitter... ...dit is zo ongelooflijk gevaarlijk voor onze democratie, Poetin valt Oekraïne binnen, maar onze democratie wordt hier van binnenuit uitgehold. En daarom, ik kom er bij u straks op terug richting het presidium, wat mij betreft moeten we een hele harde grens trekken hier in deze zaal. Niet alleen, de, niet alleen door de heer Baudet tegen te spreken, maar als het gaat over het delen van allerlei gevoelige informatie, mag dat niet meer naar Forum voor Democratie gaan. Als je deze teksten hoort, als je de internationale rechtsorde niet respecteert, als je zegt ik veroordeel een inval van een soevereine staat, ik veroordeel het niet... Voorzitter, dan is er iets goeds mis met je. Leerbode. <laughs> ja, nou, het is nou niet dat wij nou zoveel gevoelige informatie gedeeld krijgen. Hè. Het is een beetje... Um, uh, Engelsen zouden zeggen, it's a bit rich. Het is een beetje overdreven. Maar uh, ik vind het prima om een onderzoek te doen naar de financiering. Ik stel voor dat we dat dan ook eventjes doen naar alle financiering van... Organisaties, politieke partijen, landen, denktanks enzovoorts. En zullen we dan meteen ook even meepakken welke financiële krachten er op de achtergrond allemaal aan de touwtjes trekken die de Oekraïnse democratische regering besturen. Zullen we dan meteen even terugluisteren wat Victoria Nuland ook weer met Jeffrey Pyatt besprak aan de telefoon over wie er premier mocht worden en wie er toch maar beter burgemeester van Kiev moest worden? Hoe... De, 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 de Oekraïne gewoon een door Amerikanen en mafiosi gekocht, corrupt regime is met je democratie. Waar heb je het over? Ik geef het woord weer aan de heer Klaver. Over democratie, de grootste verworvenheid van onze tijd. Maar voorzitter, als de heer Baudet zegt laten we dat doen, dan gaan we dat doen. Dan gaan we de hele handel doorlichten. En ik kijk er naar uit, want het wordt hoog tijd dat we de beerpunt bij Forum voor Democratie helemaal gaan dreigen. De uitholling van onze democratie hier in Nederland moet stoppen. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer. Ja, zeker. En ik roep in ieder geval al die heer Omtzigt naar voren. Gaat u gang. En de banden van GroenLinks met Milieudefensie en die bom, hoe zat het ook weer, die gevonden is in het hoofdkantoor van de jeugdafdeling toen Jesse Klaver daar voorzitter van was? En hoe zit het ook weer met de wijze waarop Urgenda wordt gefinancierd door de postcode loterij? Zullen we ja. daar ook eens naar kijken met z'n allen? Ik stel voor dat we ons weer gaan beperken tot het onderwerp van vandaag, de situatie in Oekraïne. En